Vertel even wie je bent. Ik ben Angelica van der Meer. Ik ben een gewoon burger. En ben tevens werkzaam bij een woonzorgcentrum Betanië en als case manager dementie. Wat is het verhaal wat jij zou willen vertellen? Wat ik graag wil vertellen en onder de aandacht breng, dat is, zijn de maatschappelijke ontwikkelingen, zeker wat betreft de ouderenzorg. Zoals jullie misschien gehoord hebben, zijn er heel veel huiskamers ontstaan waar ouderen naartoe kunnen, die voor de gezelligheid, ter ontspanning, die anders eenzaam zijn. En tot nu toe werd het vervoer geregeld en ook vergoed. En dat zal niet meer gebeuren. En wat ik dan voor me zie, zeker als je denkt van nou hebben ze straks de winter, van mensen kunnen als ze met de rollator moeten of slechte been zijn, daar niet naartoe omdat ze geen vervoer hebben. Dat is duidelijk. En dan? En dan zou ik graag een oproep willen doen aan de burgers, aan de buren of aan mantelzorgers of aan de diaconie van de kerk of noem maar op, van kunnen we hier met z'n allen iets doen? En het is nog, ja. Ja, en dan? Ja. Want dan heb je een idee, hè? Kunnen we dat en dan? Nou, dan zou het heel mooi zijn als er een ploegje is die gekoppeld wordt aan een aantal personen die naar zo'n huiskamer willen. En je maakt een rooster en het vervoer is geregeld. Goed, dat is een van die dingen, want je vertelde van ik wil eigenlijk heel veel vertellen. Nou, gelijk het tweede, dat is mooi. Wat er ook nog een mooi begrip is, is in je eigen kracht. Nou maak ik er nog twee begrippen, plak ik eraan vast. Dat is je eigen kracht. Krachten bundelen en samen sterk. Wat ik heb gezien in een serviceflat waar veel ouderen wonen. Een bewoner kookt graag en nodigt een aantal bewoners uit. Hartstikke leuk. Samen eten. Dat kan eenzaamheid voorkomen, maar ook een veilig gevoel geven als je toch moest verhuizen, angst voorkomen. En dat kan zelfs een opname, zeg maar, nog uitstellen. Mm-hmm. Maar er kan een kink in de kabel komen als anderen het horen en zich afvragen, ja, waarom ben ik niet uitgenodigd? Ja, dan denk ik, dat is dan jammer, want zo'n initiatief is eigenlijk weer gestopt door ruis op de achtergrond. Dan even, wat zou je dan willen? Ik zou een oproep willen doen van, als er zo'n initiatief ontstaat, ga doorzetten. Ga het gewoon voortzetten, ook als er tegenstand is, maar voor anderen ook van, doe het na. Dankjewel. Graag gedaan.